Overfiets is natuurlijk begonnen als een heel klein product. Op een gegeven moment onverwachts een groot succes geworden en toen enorm gegroeid. Wat je toen zag is dat de IT-ondersteuning voor het product gewoon niet meer paste bij hoe hard het product groeide. Overfiets is een heel erg groeiend merk in Nederland. Er is heel veel vraag naar. Er is ook goede technologie voor nodig om die vragen ook te kunnen beantwoorden. NS kwam naar ons toe met de vraag of wij hun partner wilden worden om die technologie ook te realiseren. Wat we echt wilden verbeteren was het inzicht in bijvoorbeeld reparaties, hoeveel fietsen er op een locatie staan, maar ook gewoon wat er met een individuele fiets over de loop der jaren was gebeurd. OV-fiets is een 24x7 dienst, dus we konden niet eventjes het systeem uitzetten en vervangen door een nieuwe, maar wij moeten echt de wielen vervangen van een rijdende trein. Wij geloven dat je softwareontwikkeling of digitale productontwikkeling, dat je dat alleen maar vanuit één team en één missie kan doen. Je hebt één doel met elkaar, je bent wel van verschillende partijen, maar je wilt met elkaar een heel goed platform bouwen. Nou, dat vergt echt teamwork. Wij hebben goede developers, goede designers. En NS heeft op zijn beurt hele goede mensen die kunnen testen, die het product heel goed kennen. En het ontwerpproces van de applicatie beginnen we altijd met het praten met de echte gebruikers. Dus we gaan op bezoek bij stallingen kijken hoe het OV-fietsproces daar verloopt. Vervolgens vertalen we dat hier bij ons op kantoor naar het ontwerpen van bepaalde functionaliteit voor het OV-fietsplatform. Ondertussen en ook daarna gaan wij constant valideren met gebruikers. Is dit inderdaad het product waarop jij zat te wachten? Doet het precies datgene waarvan wij voorspelden dat het dat zou doen? En aan de hand van bevindingen die we daar uithalen, gaan we de volgende stap weer zetten en proberen het product weer te verbeteren. Uiteindelijk hebben wij vooral het hart van het platform opnieuw gebouwd. Die applicatie richt zich vooral in het beter inzicht geven in wat er gebeurt met een OV-fiets. Hoeveel OV-fietsen zijn er op een bepaald station? Hoeveel zijn er in gebruik? Hoeveel zijn er in reparatie? Die tool helpt ons om beter inzicht te geven in 300 locaties waar alle OV-fietsen op staan. Die hele complexe situatie om dat eigenlijk heel overzichtelijk en werkbaar te maken. En het OV-fietsplatform komt zowel de fiets als de reiziger als ook de medewerker van NS bij elkaar samen. Het resultaat van de nieuwe applicatie is eigenlijk dat mensen makkelijker aan het werk kunnen gaan, hun werk sneller kunnen doen. We zijn ontzettend trots op wat we bereikt hebben samen met NS. We hebben echt een steentje bijgedragen aan ook de toekomst van OV-fiets. Thank you.